Vandaag zijn we bij Pitsy in Hoogtzeiger. Het skigebied Hoogtzeiger ligt vlak bij de plaats Jetsens aan het begin van het Pietsdal. Bij het dalstation van de Gonde richting het skigebied ligt een straat met enkele accommodaties, winkels en natuurlijk après-ski-bars. Als je naar een Hoogtzeiger 's ochtends met de gondel omhoog gaat, dan is het een goede tip om direct even de dalafdaling te doen. De meeste mensen blijven namelijk meteen boven. De dalafdaling is dan lekker geprepareerd en je hebt hem helemaal voor jezelf. Het skigebied telt ruim 50 kilometer aan pistes en staat vooral bekend als familiebestemming. Dit betekent echter niet dat het een super gemakkelijk skigebied is. Ook voor de gevorderde skier is er genoeg uitdaging. Een piste tip voor Hoogtzeiger. Laat je niet afschrikken door de kleur. De zwarte nummer 3, de Benny Rijnjachtbaan. Voor families met kinderen is de rode afdaling 11 erg leuk. Hier leren ze spelenderwijs de pisteregels. Vlak bij het bergstation van de Gondel ligt het Trendsportcentrum. Hier kun je les krijgen of materialen huren voor alternatieve wintersporten. Zoals bijvoorbeeld sneeuwschoenwandelen, tourskiën of snowbiken. Het laatste hebben wij gedaan en ik had nooit verwacht dat het zo leuk zou zijn. Midden in het skigebied, bij het bergstation van de Gondel, ligt het Zeigerrestaurant. Een ideale plek om tussendoor af te spreken of even te après-skiën. De pistetip in Hoogtzeiger. Panorama-afvaart. Bovenin heb je een prachtig uitzicht over de bergen en de omgeving. En daarna ga je heerlijk door het bos. Pistetip voor Hoogtzeiger. De stad ligt hier achter mij. Je kan er komen via de panoramaafvaart of vanaf het middenstation. Après-skiën kan bij Hoogtzeiger onder andere bij de Eggerlounge. Restauranttip voor het Pietsdal, Heksenkessel. Je kan hier super spareribs eten en als je na het eten nog wat wil dansen of gewoon nog even gezellig wil blijven, dan is hier een leuke bar. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat je het leuk vond. Is dat zo? Geef ons dan een duimpje omhoog. Wij gaan zeker nog een keertje terug naar Hoogtzeiger, want we willen dit gebied ook wel eens zien met mooi weer. Bekijk ook onze andere wintersportvideo's en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer!